De grote regentijd zal dit jaar niet voor problemen zorgen in het district Koroni. Dat is de verwachting van districtscommissaris Michael Winter van dit bestuursgebied tegenover onze redactie. Volgens Winter worden maatregelen getroffen zoals het ophalen van trenzen. De burgervader zegt dat het niet mag voorkomen dat gebieden door wateroverlast blank komen te liggen. Ik mag niet klagen. Mijn eerste jaar als DC, daar hadden we veel, veel wateroverlast. Maar de twee volgende jaren niet. Maar dat wil niet zeggen dat we niet voor heel voorzichtig moeten zijn. Ik ben heel voorzichtig. We zijn al bezig met OWI. Via het ministerie van LVV heb ik een machine in Breukelen gekregen. Die wordt nu ingezet voor de landbouwers in het Indikondre gebied, resort wel gelegen. Maar alle andere resorten ook komen ook aan hun beurt. Dus mijn civiel technische mensen zijn al bezig over heel Koroni te checken. Bij deze sluizen voor het stof, bij deze dag voor het stof. En samen met OWI en LVV vergaderen we misschien 2 tot 3 keer per maand. Wat even voor voorbereidingsmaatregelen. Omdat aan het alleen begin van de ombegeloon, van de nono, de ombegeloon op, we hebben geen kinding lozingen. Alleen voor stoppingen weer poeren. Dus ik denk niet dat we zal lopen over het alleen komt oktober, november. Maar de voorbereiding hebben we al goed ervan. In het eerste zittingsjaar van de districtscommissaris kreeg Koroni te kampen met behoorlijke wateroverlast. Het duurde enkele dagen voordat gebieden in onder andere Totnes en Burnside weer droog kwamen te liggen. Ook Wageningen in Nikeri kampte met watersnood.